in, denk je? Ja, ik denk dat er absoluut meer in zat. Als je 95e minuut in tegen één komt met de keeper, ja, dan moet je die bal binnenleggen en dan pak je 3 punten. En dan is al wat er daarvoor gebeurt vergeten. Dus oké, we hadden ook nog eens pech, een bal op de lat. Ik vond onze eerste helft komen ongelukkig op achterstand. Eigenlijk de eerste keer dat zij op onze helft komen, om het zo te zeggen. Ja, te makkelijk dat we dat doelpunt slikken. Oké, dan komen we terug en maken we 1-1. En op dat moment, denk ik, waren we ook de betere ploeg. En hadden we misschien wel kunnen doordrukken om 2-1 te maken. Oké, dan stuur je onder de rust wat bij van ja, we gaan vanuit het blok proberen druk vooruit te zetten. Maar dan zag je op een gegeven moment dat zij iets meer tussen onze linies gingen spelen. En onze lijnen waren op een gegeven moment iets te ver uit elkaar. En dan krijg je geen grip op de wedstrijd. En dan oké, een schitterende bal van Kebano, die wordt binnengekopt door een Dongola. En dan moet je weer gaan achtervolgen. Oké, dan kom je toch weer vrij snel terug tot 2-2. En dan is het een wedstrijd door de vermoeidheid, door de warmte, die een beetje alle kanten op kan. Oké, dan hebben we nog een shot of een schot op de lat. En dan de laatste seconde, dat is wedstrijdbal. Die bal bepaalt of je mee bent met het pak of met 1 punt achterblijft. En oké, vandaag trappen we die bal ernaast. Ben ik te kritisch als ik zeg dat het achteraan niet altijd heel zuiver ging? Dat men daar nogal angstig over kwam? Ja, maar het is ook logisch dat je speelt een eerste thuiswedstrijd. We hebben een aantal nieuwe jongens die moeten ingepast worden. Oké, onze circulatie was nog niet wat het moet zijn, maar oké, dat wisten we. Toen we het seizoen begonnen, dat we wel wat tijd nodig hadden. Hè. Als je ziet, Charleroi is al een ploeg die 2 jaar na elkaar met bijna hetzelfde elftal kan spelen. Ja, die automatismen zijn iets beter. Maar oké, wij moeten keihard blijven werken en proberen te voetballen. En dan de kansen die Charleroi vandaag wel afmaakt. Als we die afmaken, dan win je de wedstrijd vandaag. En of het dan verdiend is of niet, dat is op dat moment minder belangrijk. De nieuwe jongens, raken die stilaan ingewerkt, heb je de indruk? Wordt het beter? Ja, ik denk dat vooral Tucinovic toch wel vandaag een serieuze stap heeft gezet qua wedstrijdritme. Hij heeft natuurlijk een heel stuk van de voorbereiding gemist. We hebben hem op het laatste ook moeten vervangen met krampen. Oké, die heeft nog een weg af te leggen. Bolbat heeft laten zien dat hij kwaliteiten heeft. Oké, dat ook nog niet allemaal even goed en even vlot loopt, is ook logisch. Hè. Hij is nog maar een week aan het meetrainen. Maar oké, we moeten stappen zetten. Ik ben wel heel tevreden over Eno, die vandaag heel sterk speelde in de spits. En dan heb je een beetje meer steun nodig van je nummer 10. En Starzinski had het vandaag heel moeilijk met het tempo. En oké, die moet daar nog stappen in zetten. Vooral in dit systeem is hij vrij cruciaal. Maar we moeten hem ook tijd geven om door te groeien. We staan nu met 1-6. We hangen dus een beetje achter het peloton. Dat baart je geen zorgen vooralsnog? Nee, ik denk als je na 2 wedstrijden, moeilijke wedstrijden, want je begint uit op Zulte Waregem thuis, Charleroi, zijn natuurlijk geen cadeaus. Maar oké, uiteindelijk moet je vandaag volgens het wedstrijdverloop en zeker volgens de kansen, moet je die 3 punten pakken. Dat hebben we nagelaten, maar we moeten daar in blijven geloven en keihard werken en proberen volgende week op Kortrijk 3 punten te pakken. Okay. Dankjewel. Zijn er nog vragen van de mensen?